Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht op 4 mei. Ik heb een speciaal filmpje over de energie van 4 mei opgenomen. Kan je even kijken, wereldse gebeurtenis filmpje 2021-75. Daar leg ik nog meer uit over de energie van 4 mei. Dit is het positieve dagberichtje. En wij gaan vandaag een 50-5 dag beleven. En een 50-5 dag is een snelle dag. We komen in die 50 cyclus terecht. En die 50 cyclus, dat kan je ook in het numerologieboekje kan je lezen. Dat is een drukke cyclus. Dit numerologieboekje. Handig voor in je tas. Kan je gewoon er even bij nemen. Oh, wat was dat ook alweer? Nou, dat lees je daar heel duidelijk in. En die 50-5 cyclus betekent dat het een beetje een chaotische dag is. Veel telefoontjes, veel bellen, veel verkeer. Mensen hebben haast, mensen willen van alles doen. En het is gelukkig afnemende maan. We hebben ook wel eens een 50 dag met volle maan. Nou, dat kan je wel ophouden. Nu valt het mee. We gaan deze dag mooi beleven. Kaarsjes aansteken. Dat is heel belangrijk dat je dat even doet. Ik heb voor deze week de Helende Engelen gekozen om jullie een kaartje te geven. En ik ga kijken welke nu, vandaag. Trots zijn is geen goede raadgever. Nou, en dan bedoelen ze niet trots in de woord van je mag trots op jezelf zijn dat je dat bereikt hebt, maar trots in de bedoeling dat je te trots bent om sorry te zeggen. Je mag gerust eens even sorry zeggen. Even teruggaan naar die energie. Wat is dit? Josephine Wall maakt echt van die hele mooie plaatjes. Dus wees maar humble. Ik ben het Nederlands woord. Je mag je trots best wel soms even aan de kant zetten. En zeggen, oké, ik had dat misschien anders moeten doen. Ik had anders moeten benaderen, anders moeten bekijken. En dat maakt jou dan weer een vier persoon. Dus, mooie kaart van Josephine. Wees dankbaar voor wie je bent en wat je bent. En bereid je voor op een drukke dag. Je kan even, vind ik leuk of vind ik niet leuk doen. Je kan de lichtoefening even doen die ik vrijdag online heb gezet. Ga gewoon lekker even je rust nemen als het je te druk wordt. Ik wens jullie een hele mooie dag. Dag lieve mensen. En kijk mijn filmpje ook nog even over dode herdenking.